Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Welkom bij de vierde aflevering van Smaakmakers. Een programma waar we smaakmakende Bredanaars aan het woord laten. Helaas is onze presentatrice Marieke nog steeds ziek, dus daarom mag ik haar vervangen. Vandaag hebben we als gast bij de Hanos ISPC Ad Romeijn van Baronie TV. En ik ben heel benieuwd wat hij mij vandaag te vertellen heeft. Ik ga hem daarom dus nu ophalen. We zitten. Hey, hallo Ad. Welkom. Hartstikke leuk. Ja. Fijn dat je er bent. Nou, dat vind ik ook. Een paar weken geleden mocht ik het programma nog presenteren. Marieke was toen ziek. En ik begrijp dat ze nog steeds ziek is. Ja, dat is hartstikke jammer. We wensen er ook heel veel beterschap, Marieke. Ja. Nou, ik hoop dat ze de volgende keer dan weer wel bij is. Ik vind het leuk dat ik hier namens Baronie TV mag zijn. Baronie TV is straks met carnaval weer te zien op deze zender, op Breda Nu. Ja, en wij gaan daar dan samen wel over praten, begrijp ik. Maar, want ik ben heel nieuwsgierig wat Baronie TV inhoudt. Ja, ja. Want zou ik heel graag willen weten. Mm-hmm. Maar we moeten vandaag natuurlijk ook aan de slag, hè, Ad? Ja, dat weet ik. Dat vind ik minder, want ik ben niet zo'n keukenprins, om het zo maar te zeggen. Maar goed, John, is die weer de culinair adviseur? Ja, John gaat jou daarbij helpen. Dus okay. Dat komt helemaal goed vandaag. Dat zullen we eens gaan kijken of het al klaar is in de keuken? Ja, gaan we die kant op, hè? Okay. Toch? Ja, ik weet de weg hier. Hey, John. Hier hebben. Hallo. Hey, dag John. Ja, goed. Ja. Nog steeds goed, John. Ik ben alvast maar begonnen. Ja, dat snap ik. Ik ben wel heel benieuwd. Wat ga je voor iets lekkers maken? En nou, het wordt carnaval en daar moeten we een stevige bodem voor hebben. Dus ik heb een confetti van bonen gemaakt. Allerlei kleuren bonen. Ja. En daar maken we een stevige soep van. Met als garnituur spek, verse balletjes gehakt en rookworst. Nou, dat moet dat eigenlijk, man. Dus ik ben vast begonnen. Ik ben nu de spek even aan het uitbakken, dat hij goed zijn smaakjes vrijgeeft. Dan komt daar ei en knoflook bij. Dan gaan we de soepballetjes aanbakken. En dan doen we er nog een beetje knolselderie bij voor de vulling. Knolselderie heb ik Brunoise gesneden, zoals dat heet. Natuurlijk. Ja, als opa in de keuken staat, dan weet je er alles van. Joh, ik weet er alles van. Ad is niet zo'n keukenprins. Nee, ik ben helemaal geen keukenprins. Een kant-en-klaar me altijd. Dat vind ik altijd wel heel handig, moet ik zeggen. Dan is het vandaag op met de geblazen. Ja. Dan kan hij er wel instructies gaan geven. Ja. Gaan we doen. Dus de spek ben ik aan het uitbakken. En ik laat nu eventjes de knoflook en de shallot erbij. En dan denk ik dat we even de winkel in moeten om de bonen af te gaan zetten. Oh ja. Ja? Ja. Is dat een goed plan? Ja, heel goed. En krijgen we er ook nog wat bij te drinken, toch wel? Neem ik aan. Het is carnaval. Daarom. Hè? Lekker biertje erbij, dat zet ik altijd wel op prijs. Gaat helemaal goed komen. Nou, we gaan heel goed. Hebben we er zin in. Oké. Baronie TV, dat is mijn zender op tv. Baronie TV. Zo kom er in het feest de bruis, feestje kon een feestje op de buis. Baronie TV, daar is mijn zender op tv. Baronie TV, kijk lekker mee. Wie kent er nou toch niet naar carnaval in Baronie op de buis? Lekker thuis, mee de Baronie TV, komt carnaval bij jou in huis. We staan hier op de delicatessenafdeling en John. Wat hebben we nodig? Ja, we hebben hier wat producten van nodig. Je ziet hier verschillende soorten bonen. Het is een exclusief product van ons. Het is biologisch. En omdat ik een kleurrijk confetti geheel wil hebben, wil ik verschillende kleuren bonen meenemen. Dus vandaar dat we hier balans zijn. Ik zie dat het ook een speciaal label is van Hanos ISPC. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het is exclusief voor Hanos. En wij promoten deze producten in het bijzonder omdat ze echt van goede komaf zijn, om het zo maar te zeggen. Want je hebt natuurlijk ook hier in Nederland verschillende bonensoorten. Er is ook een Rotterdamse kok, zo'n hele grote. En die heeft het wel eens over die potjes bonen, die mix. Hak nou de naam maar niet vergeten. Maar goed, dit zijn dan zo'n assortimentje zoals we het hier hebben. Moet ik wat meenemen? We nemen wat verschillende kleuren mee. Maak het uit wat ik pak. Even kijken, dit vind ik wel leuk. En zo, en deze. En deze. En deze. Oh, dat wordt wel heel erg veel, hè? Nou, je neemt er inderdaad wel heel veel mee. Zo, kijk, alsjeblieft.
Zo. Kerstmis nou toch even mee naar Baronie TV, carnaval op televisie. We zetten op Sasa Birol, de tent staat op zijn kop, de kids bouwen een feestje. We staan hier op de drankafdeling van Hanels ISPC bij onze adviseur Charles Roffelsen. Maar Charles, ja, wijn vind ik nou niet echt geschikt voor de carnaval, dus ik denk dan veel meer aan bier, toch? Ja, natuurlijk. Bier is een diversiteit in natuurlijk. Je hebt gewoon bier van lage gisting op het fust gegist. En dit is bier van hoge gisting is op de fles gegist. Het grappige van is dat het de Brugse Zotte is. En dat is dan het ook carnavalesk een beetje. En ook lekker bier. Dus dit zou voor carnaval iets te zwaar zijn. Okay. Ongeveer 8%. Oh. En ben jij een bierdrinker? Ik hou wel van een biertje, moet ik zeggen. Als ik in het café ben, dan zit ik aan het bier. Thuis drink ik altijd een wijntje, wit wijntje normaal gesproken. Mm. Maar in het café vind ik echt een biertje erbij horen. Maar niet van dat hele zware bier. Maar goed, voor deze keer, hè, ja. Ik pas mij wel aan. Leuk om eens een keer eens wat nieuws uit te proberen, toch? Anders, ja. Ik ben benieuwd. Mag jij lopen of zo? Of ja, nemen we mee? Nee, we maken hem open hier. Ja, ja oké. Okay, nou doen we dat. Ja. Uiteraard met de champagnekurk. Ik ga een stukje achteruit. En dit is nou ook bier wat je dus niet te koud moet drinken. Oké. Okay. En dat is in principe met rode wijn ook, hè? Ja, ja. Beschaafd poffje. Het ziet er wel donker uit, hè? Ja. Ze gebruiken daar ook vaak gekarameliseerde suiker voor. Mm-hmm. Om die kleur te krijgen. En dat zit een giststof in die het bier dan die donkere kleur krijgt. Je moet hem iets schuin houden, anders krijgen we een glas melk. Chocolademelk. Ja. Goed gezegd. Ja. Zo. Isabelle? Oké, nou dan proost op carnaval 2016, hè? Zeker. Ja. Proost. 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 Nou, smaakt lekker. Ja, smaakt goed. Meer, ja. Ja. Zal ik dit dan meenemen naar de keuken? Natuurlijk, ja. Laten we maar gaan dan. Ja, oké, doen we dat. Zo, John. Aan de slag. Ik denk wel, blijf me helpen. Ja, het duurde eventjes bij het bier drinken. Ja, het was zo'n lekker bier, dus we zijn daar toch even wat langer op. Je was even gesleuteld om het te maken. Ja, zo zou ik Ik zal even vertellen, ik ben in de tussentijd maar gewoon doorgegaan, want dat moet iemand doen. Mm-hmm. Ja. Dus de gehaktballetjes en de spekjes heb ik aangebakken. En het ruikt zo lekker, ja. Met de knoflook. Er gaat nu wat knolsel erbij, als jij zo meteen de prei wil gaan snijden. Ik zal even laten zien overigens. Het bonenmengsel, dat heb ik intussen tijd afgespoeld, want de bonen komen altijd op vocht aan in blik. Ik heb ze afgespoeld en ik heb ook nog wat mais en een dopertje erbij gedaan. Het zijn geen bonen, weet ik ook wel, maar dat maakt het een beetje fleurig. Ja, want jij zei heel van confetti, het is wel een beetje confetti-achtig, hè, op deze wijze. Het ziet er mooi uit, leuk. Dat is straks het garnituur van de soep samen met de rookworst. Om maar een voorbeeld te geven, je kunt er van alles in doen. Je kunt er een spuitje mee doen. Ik vond nog een stronkje bleekselderie. En ik denk, waarom niet? Ja. Allemaal gezonde groentetjes en dat is heel goed om met de carnaval lekker, de dagen door te komen. Stevige bodem. Precies. Ik moet hier aan beginnen, begrijp ik. Als je ik moet zo maar snijden. Maar dan ga ik het wel even rechts zeker kijken. Als je zulke ringetjes van wil snijden. Oh ja. Dat is lijkt me nou niet. Ik denk dat ik dat nog wel kan. Heel veel succes en welkom. Voor je vingers, hè? Want mooie rechte ringetjes. Goed, mooie rechte ringetjes zijn. Heel goed. Jullie kunnen dat samen wel. Ja, we gaan een beetje. Dat moet lukken, Isabel. Wel gaan we afmaken, zo denk ik, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, heel goed. Andere groenten komen er dan bij en dan wordt het afgeblust met de bouillon die ik gisteren al gemaakt heb. Een lekkere, stevige, krachtige bouillon. Lekker hoor. Dan komen zo ik heb er zin in. Ja. Hey, gaat het goed zo? Ja, dat gaat perfect. Ja. Ik zit niet in de jury, dus ik geef geen puntje. Maar goed. En wat moet er nou nog verder gebeuren? Nou, ik laat jullie dan. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Moet dit in de soep? Dat mag bij de soep. Okay. Bakken we dat nog even aan. Oh, moet dat aan? Oh, wacht, ik had het al bijna ingevoerd. Ja, dat kan ik er zo in gooien. Ja. Oké. Okay. Perfect. En dan moeten we dit even zijn smaak af laten Dit is kaas? Knolsel. Oh ja, knolsel. Nee, ik heb een kaasje. Nee. Dat gaat niet lukken. Hoe lang ben jij nou al culinair adviseur hier? Ik ga opeens even weer de interviewer spelen. Ja, goed. Nou, ik heb
35 jaar een eigen bedrijf gehad. Daar ben ik vorig jaar mee gestopt. En ik ben sinds vorig jaar, net voor kerst, ben ik hier in functie. En ja, het is geweldig uitdagend. Steeds weer met mooie producten werken. En steeds weer nieuwe dingen. Nieuwe mensen ontmoeten, oude collega's ontmoeten. Ja. Het is gewoon geweldig leuk. Ja, ja, ja. Ben jij ook een beetje een carnaval? Tenminste, ik ben zelf aan de carnavalsvieren. Ben je ook een beetje een carnavalsvieren? Ik zit 48 jaar bij een carnavalsclub. Oh, dus bij ons in het dorp, in Traaien. In Traaien, ben ik al 48 jaar lang lid van de Rappetappers. Leuk. Dus, waar kan ik nou het beste eten zo met carnaval? Ja. Ze zeggen altijd een goede bodem, hè? Dat is heel erg belangrijk. Dit wordt al een hele goede bodem. Stevig kopje soep, daar gaat er altijd in. Oké. Zo, heren. Ja. Nou, volgens mij gaat het helemaal goed komen. Ja, dit gaat goed. Ik heb heel veel gedaan. Ik heb heel veel. Je mag even uitrusten. Goed zo. Ik neem Ad mee, want ik denk dat het jou uitstekend ook gaat lukken. Helemaal. Dus geen probleem. Dus wij gaan... alvast aan tafel. Dat is goed. En ondertussen kijken wij nog eventjes naar beelden van Baronie TV. Baronie TV, Baronie TV, Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Baronie TV, Baronie TV, ik ben er naar gaan kijken, omdat we gij het zee. Om 11 uur 's morgens vroeg, ik ben net uit mijn nest. Zit daar weer de hele vloeg en wij vinden het best. Die kop was net nog in de kroeg en nou zie ik hem weer. Het is daarom dat ik hem vroeg, doet daar nou geen zeer. Baronie TV, Baronie TV, Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Baronie TV, Baronie TV, ik ben er naar gaan kijken, omdat de gij het zee. Het ruikt als bos en agendonk, maar ook in het zuiderhout. Carnaval, de houden jong, daar is een feest van goud. Heel de dag weer vol op feest, de kieltjes die gaan aan. Ik ben de les nog langs geweest, Baronie TV staat aan. Baronie TV, Baronie TV, heel de dag TV, daar zitten ze niet mee. Baronie TV, Baronie TV, ik ben er naar gaan kijken, omdat de gij het zee. Op tocht de geziesse op tv, vervelen, dat doet het niet, maar vrienden lopen mee. Prins en raad komt ook voorbij, iedereen die knikt. Jong en oud zingen partij, Brabants dialect. Baronie TV, Baronie TV, Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Baronie TV, Baronie TV, ik ben er naar gaan kijken, omdat ik hij het zee. En als het ooit nog woensdag wordt en Baronie TV is niet meer, als ze me rijden naar het stort, dan zing ik nog een keer. Baronie TV, Baronie TV, Baronie TV, Baronie TV, Huldendag TV, Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Daar zitten ze echt niet mee. Baronie TV, Baronie TV, Baronie TV, Baronie TV, ik ben er naar gaan kijken. Ik ben ernaar gaan kijken. Omdat de gij het zee. Omdat de gij het zee. Baronie TV, Baronie TV, Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Baronie TV,
Harmonie TV. Ik ben er nog gaan kijken, vandaar de geile zee. Harmonie TV, Harmonie TV. Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Harmonie TV, Harmonie TV. Ik ben er nog gaan kijken, vandaar de geile zee. Ik ben daarna gaan kijken, omdat de gij het zee. Ik ben daarna gaan kijken, omdat de gij het zee. Zo, dat waren leuke beelden, Ad. Ja, hè? Maar vertel eens wat meer. Wat is Baronie TV nou precies? Baronie TV is de carnavalszender van de baronie van Breda. Hè? Dus Breda en de wijde omgeving. Oosterhout, Etteleur, Zundert, Rijsbergen, Moerdijk. Noem maar op. Heel dat gebied, echt de baronie van Breda, daar richten wij ons op. Ja. We zijn ook nog wel op andere plaatsen ontvangen, maar... ons werkgebied, hè, waar wij ons echt op richten als carnavalszender, dat is de baronie van Breda. Ja, en bestaat het al lang? Want nou, we gaan nu de 20e editie maken, deze carnaval. En daarvoor is er altijd al een soort baronie TV geweest op de radio. Ik ben begonnen bij de radio, dat was in de tijd Radio Continu. Dat was een vrije zender in België. En daar deden wij al een carnavalsprogramma. Daar ontvingen wij altijd al alle carnavalsprinsen. Oh, leuk. En langzaam, ja, maar zeker is dat een tv-programma geworden. Oh, leuk zeg. Ja. En jullie werken ook veel met vrijwilligers. Alleen maar vrijwilligers. Ja. Ja. En hoeveel vrijwilligers zijn er? Nou, we hebben wel zo'n 100 vrijwilligers in totaal. Want er moet natuurlijk ontzettend veel gebeuren. Het is vijf dagen... He, dat we 24 uur per dag uitzenden. We proberen in alle plaatsen aanwezig te zijn. We proberen zoveel mogelijk optochten te laten zien. Ook de kleine plaatsen zijn voor ons net zo belangrijk als een grote plaats als Breda of als Oosterhout. Ook een klein plaatsje als Lage Zwaluwe laten we absoluut niet links liggen. Dus we proberen echt overal te komen. We proberen echt de hele baronie van Breda te betrekken bij Baronie TV. Dus mensen krijgen echt een goed beeld van carnaval, ja, als ze daar naar kijken. Dat is onze bedoeling. En misschien nog wel eventjes leuk om te vertellen, want ik maakte net even dat snelle bruggetje van radio naar tv. Op een gegeven moment werd er toen gezegd van, ja, misschien moeten we dat eens proberen om die radio op televisie te brengen. En toen zaten we voor de eerste uitzending zaten we in het turfschip van Breda. Ik kan me dat zelfs nog wel een beetje herinneren. Ja, dat is dus 20 jaar geleden. En wij zaten daar in een soort van radiostudio. We hadden eigenlijk nog geen clips. Hè. Tegenwoordig laten we muziekclips zien, videoclips. Maar toen draaiden we nog gewoon plaatjes en die kondigden we dan aan. Ja, en wij waren natuurlijk gewend van de radio. En dan heb je een koptelefoon op. En als je dan bij de radio bent, dan koptelefoon op, koptelefoon af. In je neus zitten peuteren. Beetje achterover hangen, warm, weet je zo. Ja. En op een gegeven moment kregen wij heel veel reacties dat er gekeken werd. Ja. En jullie zitten ook maar de hele tijd in je neus te peuteren. En aan je oren te voelen. En je had geen idee van. Ja. En ja, het is zo mooi. Zoveel reacties die je het jaar door krijgt. Dus wat dat betreft is het heel dankbaar werk om te doen. Ja, leuk. Ja. En wat is er nieuw straks in 2000, ja, dit jaar? Ja, dit jaar. Dus over een paar weken. Nou, zeer zeker op de vrijdagavond hebben we een nieuw programma. Dat is om 6:30. En het is heel moeilijk om de jeugd te bereiken. Hè? Mm-hmm. Want die zit allemaal met de social media. Dus tv is dan heel erg moeilijk om die te bereiken. Nu hebben we een programma Feuterkot, zo heet dat. En een aantal studentenverenigingen uit Breda en omgeving die worden uitgenodigd in de studio van Baronie TV. En we gaan daar meteen aan het begin van carnaval een feestje mee bouwen. En dat wordt een heel ander soort programma, ook met andere artiesten. Dat moet echt een leuk startend begin zijn van Baronie TV. En we hebben ook altijd de carnavalsliedverkiezing. Dat zijn de liedjes uit de dorpen die in hun dorp of plaats de verkiezing hebben gewonnen. Hè? Dus die het carnavalslied zijn. En
Ja, normaal gesproken besteden we daar alleen op de vrijdag aandacht aan. Maar dit jaar hebben we ook op zaterdag, zondag, maandag en dinsdagochtend een programma tussen 10:30 en 11:30. En dat staat ook in het teken van die Barnevalsliedverkiezing. Dus al die liedjes komen nog een keer vaker voorbij. Nou, dus, ik ben helemaal goed op de hoogte. Ja, gaat ik weet waar ik naar moet gaan kijken met de carnaval. Baronie TV. Ja, precies, dat bedoel ik. En waar is die studio eigenlijk waar het wordt opgenomen? Wij zitten nu voor het derde jaar. Jij zegt opgenomen, maar het is allemaal live. Dus oh, het is allemaal live? Het is allemaal live. Rechtstreeks gaan wij de buis op. Dat is in het Huis van de Heuvel op het Monsieur Nolensplein. De Vlieren, zo heet het daar. En vlak voor carnaval wordt daar heel de studio opgebouwd. En dan vrijdag 5 februari om 5:11. Dan gaan we officieel starten. En dan gaat het door tot dinsdagavond 11:11. Oh, mooi. Ja, heel goed. Ik heb er nu al weer zin in. Ja, ik zie het aan je. Ja. En kunnen mensen ook naartoe? Want kunnen mensen ook komen kijken? Tuurlijk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, zeggen we altijd. En de beste tijd om dan langs te komen, dat is tijdens de prinsenontvangst. Dus morgens tussen 11:30 en 14:00. Kijk. Tussen 14:00 en 17:00 zenden we de optochten live uit. Dus dan gebeurt er in de studio weinig. Dan zijn we wel heel druk, maar dan is er weinig te zien. Ja. Tussen 17:00 en 19:00 hebben we het programma Meeuw Bord op Schoot. Dat is een soort carnavaleske strijd tussen gezelschappen en dorpen. Is ook leuk om dan naar de studio te komen. En 's avonds hebben we nog tussen 20:00 en 21:00 het optochtenprogramma. Nou, dan komen er ook artiesten langs, kapellen. Dus dat is ook een mooie tijd om de avonden langs te komen. Tussen 8:00 en 11:00. Ja, nou, mee je bord op schoot. Om het daarover te hebben. Als je het daar toch over hebt. Wacht eventjes, want dan vind ik het nu wel even leuk nu jij ook hier bent, Hans. Want onze motto is dit jaar, want we hebben tegenwoordig ook een motto, hè, bij Baronie TV. Zo hoort dat bij carnaval. En dat is dit jaar, we zitten weer op rozen. Dus hier wil ik jullie sowieso alvast eventjes opspelden. Kijk aan, zeg. Wel. Koninklijke onderscheiding, hè? Koninklijke onderscheiding. Kijk. Zo, zal ik dat eventjes een klein beetje hier doen? Ja, ja hoor. Oh, wacht eventjes. Komt dus helemaal goed. Zo, oké. Heel goed, ik moet alleen nog even een beetje carnavalstenu aan. Ja, maar het is nog een week of dan twee. Dan moet ik even gaan bedenken. Ja, dat gaat goed komen. Ik ga even wassen de soep op. Oh ja, lekker. Heel goed. Zin in, ja. Ja, en we beginnen dus, ik zei het al, vrijdag om 5:11. Op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag beginnen we altijd met een programma voor de kinderen, Hopsasa. Dat is morgens om 8:00, van 8:00 tot 9:30. Dan van 10:30 tot 10:30 die Barnevalsliedverkiezing, prinsenontvangst, de optochten, Meeuw Bord op Schoot. En 's avonds nog de optochten uit alle dorpen. Dus een compleet bomvol programma. Bomvol programma. Ja, ja. En het mooie is, want daarom vind ik het leuk dat ik hier in dit programma Smaakmakers zit, dat het dus op deze zender van Breda Nu uitgezonden wordt. En dan heb je dus ook eigenlijk geen tijd om zelf carnaval te gaan vieren. Jawel. Ja, daar maak ik toch wel tijd voor, hoor, moet ik zeggen. Ja. Ik doe het ochtendprogramma tussen 11:30 en 14:00. Dus ik ben eigenlijk om 14:00 wel klaar. Dan moet ik nog wel eens wat dingetjes doen, organisatorisch. Maar daarna ga ik toch zelf echt wel de stad in. En ik moet tegenwoordig wel een beetje uitkijken met drinken, dat ik niet te veel drink. Want ik moet de andere ochtend natuurlijk weer vroeg op. Toch weer redelijk vroeg in de studio zijn. Dus, ja. Maar goed, dat komt meestal wel goed. En ga je dan ook helemaal verkleed? Of, ik ga wel verkleed, maar ik ga. En ik heb iedere dag wat anders, want ik ben iedere dag op tv. Dus dan moet ik iedere dag weer wel wat anders aantrekken. Hè. Ja, zo hoort dat dan leuk. Weer. Ja, dus, leuk. Ik krijg er zin in. Hier zit. Ja, zeker. Ik kijk er ook naar uit, absoluut. Nou, ik ben eens benieuwd of de maaltijdsoep, volgens mij komt zondag al aan. Hartstikke leuk, ik heb er zin in. Oh, lekker zeg. Zo. Kijk. Super. Alsjeblieft. Ja, nou, mooi. Dat ziet er heel erg lekker uit. Ik geloof dat ik jou net Hans noemde, maar het is natuurlijk zon, hè? Sorry. Nou, daar zal ik nog wel eens een verhaaltje over vertellen. Maar goed, de confetti van bonen, zoals je ziet, allerlei verschillende kleuren met garnituur, spek, balletjes gehakt en rookworst. Mm-hmm. Een lekker stuk boerenbrood en een goede boter erbij. Oh, en ik denk dat je dan een behoorlijke maaltijd hebt om alvast de avond in te duiken. Ja, ja. Nou, heb jij een goede basis in ieder geval. Precies. Ja. Ik wens jullie in ieder geval smakelijk eten en een hele vrolijke carnaval. Ja, dankjewel. En Ad, in het dagelijks leven, want
Allerlei dingen, maar ik ben onder andere trouwambtenaar bij de gemeente Breda, BABS, hè, noemen ze dat, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Dus heel veel huwelijken moet ik sluiten. Ja, ik moet altijd bij die mensen eerst op gesprek en zo. En dan speech schrijven. Ja, dan moet je toch ook al flink goed voorbereiden. Ja, je moet altijd goed voorbereid worden. Nou ja, is heel leuk werk om te doen. En verder hier bij Breda Nu, Baronie TV, af en toe gidsen voor de VVV in Breda. Ik hoor het al. Ja, je bent een heel druk baasje volgens mij. Lekker. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Kan niet anders, hè? Ja. Vanuit het heerlijke culinaire Walhalla. En draag die butten tijdens carnaval, hè, zou ik zeggen. We zitten weer op rozen. Ik ga het doen, absoluut. Nou, dan zijn we nu aan het eind gekomen van het programma. Jammer. En ik denk dat de volgende keer Marieke er zeker weer zal zijn. En dan kijken we weer uit naar een volgende Smaakmakers hier vanuit de Hanels ISBC Breda. Een fijne carnaval. Ja. En naar Baronie TV kijken natuurlijk, hè? Tuurlijk. Goed, dan even verder met eten, hoor. Lekker. Hè? Nou. Ja, is goed gekeurd, hoor. Goed gekeurd. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hanos ISBC Breda.